De Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland, SJSSN, zal in het kader van haar 30-jarig bestaan een tweedaagse conferentie houden. Dit maakte de organisatie vanmiddag bekend tijdens een persconferentie. Het thema van de conferentie is democratie, rechtsstaat en rechtspleging, een agenda voor de toekomst. De SJSSN is een organisatie voor en door juristen, advocaten, rechters, officieren en notarissen. Roy Shamnarain, voorzitter SJSSN, zegt dat de organisatie met de tweedaagse conferentie de begrippen rechtsstaat, democratie en de rol die de rechtspleging daarin speelt vanuit verschillende invalshoeken wil belichten. Het moet een interactieve bijeenkomst worden waarbij er uit de verschillende bijdragen input wordt geput om een agenda te kunnen opstellen van hoe wij onze rechtsstaat, dit land Suriname, verder willen zien ontwikkelen. En de juridische basis die daaraan gegeven wordt om tot welvaart en welzijn voor iedereen te kunnen komen. De weg die wij afgelegd hebben van 1975 naar nu is op verschillende momenten een weg geweest van vreugde. Het is ook een weg geweest waar wij door diepe duisternis gegaan zijn. Dat heeft ertoe geleid dat wij in 1987 een herbevestiging hebben gekregen van de beginselen die wij in 1975 hebben vastgelegd over hoe wij deze samenleving willen ontwikkelen als rechtsstaat. Want die rechtsstaat gaat ons allemaal aan. Daarbij hebben we gezien, zijn we verheugd, dat er ook vanuit de verschillende, ook het bedrijfsleven, banken, bedrijfsjuristen, ICT, civil society, vanuit de civil society, dus ook echt belangstelling is. En dat vinden we toch bijzonder, dat gebeurt niet zo vaak, of bijna nooit, dat je eigenlijk met alle juridische beroepsgroepen, maar ook breder dan dat, dit thema kan behandelen en in conferentie met elkaar gaat. Romana Gardeslijn, directeur van de SJSSN, geeft aan dat de conferentie niet alleen bestemd is voor personen die zich met het recht bezighouden. U hoort ook Gaetano Best, bestuurslid van SJSSN. Hij geeft aan dat de stichting ervoor zorgt dat aankomende juristen of advocaten eerst theoretische kennis opdoen voordat zij daadwerkelijk aan het werk gaan. En dat is een van de belangrijkste rollen die onze stichting speelt in de rechtspleging. En dat is ervoor waken dat zij die bezig zijn in de rechtspleging met het laten werken van die rechtsstaat, voldoende geëquipeerd zijn met voldoende kennis om de kwaliteit van de rechtspleging ook te waarborgen. Ja. En dat is de belangrijke rol die onze stichting speelt in de Surinaamse rechtsstaat. Gaetano Best en daarvoor Romana Gardeslijn, respectievelijk bestuurslid en directeur van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland, SJSSN. Zij spraken vanmiddag op een persbijeenkomst over de tweedaagse conferentie die de stichting zal houden in het kader van haar 30-jarig bestaan. De persconferentie is gehouden in de zaal van de SJSSN aan de Klipstenenstraat.